Komen we aan bij het gerechtje met de gnocchis. Dus we hebben voor jullie mooie gnocchis gemaakt. Die hebben we in een saus van mosterd met wat gekarameliseerde boter. Dan hebben we een klein vacuümeerzakje. Daar hebben we gebarbecuede stukjes bloemkool in. Die hebben we voor jullie gemarineerd met olie van Varuvant. Dan hebben we een mix gemaakt van verschillende zaadjes en nootjes. Dan hebben we een klein bakje met verschillende soorten preikiemen. We hebben een klein bakje met wat gruyère kaas om straks het gerechtje af te maken. Hier hebben we een klein bakje met bieslookolie. We hebben hier een bakje met witte druif die we voor jullie al gesneden hebben. Nou, wat gaan we doen om het te beginnen? Ik heb alvast een pan opgezet met kokend water. De gnocchis en de bloemkool, die kunnen er tegelijk in. Nou, als het water aan de kook is, doe de gnocchis en de bloemkool erin. Zet een timer op 3 minuutjes en zet dan het vuur vervolgens uit. Want anders, als je het vuur aan laat staan, kunnen die vacuümeerzakjes breken. En dat is wat we natuurlijk niet willen. In de tussentijd kunnen we de bakjes openmaken. Wat goed is om te weten, als je voor 1 persoon bestelt, doen we 1 bakje. Maar bestel je voor 2 personen, doen we ook 1 bakje. Alleen dan doen we daar natuurlijk wel meer in. Zodat het ook echt voor 2 personen is. Hop. Nou, zet ik alles klaar. We moeten nog even 2 minuutjes wachten en dan maken we hem samen af. Nou, de laatste 5 secondes. Nou, kan alles uit het pannetje. Altijd even checken of alles mooi warm is, maar ja, dat kan niet anders. Hoe beginnen we? Knip het zakje met de gnocchis open. En haal de gnocchis eruit met een lepel. Want anders maak je er echt, anders ga je echt knoeien. Vervolgens knip je het zakje met de bloemkool open. En dat kan er mooi overheen. De olie kan erop. Daartussen kunnen de stukjes met druif. Kan de bieslookolie eromheen. Kan de kaas erop. Dan de krokantjes, hè, die geven echt de mooie bijt in het gerecht. En dan om het af te maken, gaan die jonge kiemetjes erop. En dan zie je, het gerecht ziet er super mooi uit. Die kiemen geven echt nog een beetje dat frisse smaak aan het gerecht. En ik zou zeggen, eet smakelijk.